Dus dit zou dan een soort lounge setting kunnen zijn. Dat rood plusje, dat donkere, mysterieuze. Zullen we gaan? Mijn naam is Daan Boom en zolang als ik leef ben ik bezig met muziek. Al vanaf jongs af aan ben ik onder de indruk van alle legendarische artiesten die ons land heeft voortgebracht. En daar zou best wat meer aandacht voor mogen zijn. Daarom ga ik met mijn goede vrienden, regisseur Tobias Kamman en steun en toeverlaat Stijn van Vliet, heeft hij nou weer een muzikaal avontuur aan. Je ziet het in de platenzaak. De 90s, wat zeggen jullie dan? Fox Kids. Marianne Weber. Zullen we gewoon naar binnen en daar erachter komen wie het is? Leuk. Ik kijk een beetje alsof... Omdat het zo koud is, Stijn! Ja, je kijkt een beetje alsof je sterft. Dan moet je sokken aantrekken. Ja, maar dat staat niet. Oké, we gaan naar binnen, jongens. Dank u wel. De kleedkamers. Teaspoon, gruwelijk. Ja, dat vind ik vet. Ja. Ze begonnen met z'n vieren, maar nu zijn er nog twee lepeltjes over. Linda Estelle en Shamrock. In de jaren 90 brak Teaspoon door en hun happy hardcore klonk toen overal ter wereld door de speakers. Maar één nummer springt er wel echt uit. Sex on the Beach was in 1997 een wereldwijde zomerhit. Hallo. Goedendag. Hallo. Hallo. Kijk eens aan. Hallo. Hi, Daan. Ik heb Daan zojuist verteld dat hij met jullie mag gaan werken. Ja, echt gek. Okay. Toen ik jong was heb ik dus gewoon heel veel gedanst op jullie muziek. Wat leuk. Ja, gewoon, vind ik echt gek. Ja, dit is de hit, hè. Niemand lijkt genoeg te krijgen van Sex on the Beach. Wat heeft dat nummer dan voor jullie betekend? Ja, nou ja, dat nummer heeft zoveel deuren geopend voor ons. Naar het buitenland, letterlijk. Hè, omdat we daar heeft die plaat ook in de top 10 gestaan. Wereldwijd, Engeland en Azië, heel veel landen. Dus we hebben mogen toeren wereldwijd. Dus we hebben heel veel mogen ervaren en heel veel mogen zien. Dus ja, daar droom je dan van als jong meisje. Als je zegt, ik wil zangeres worden. Nooit gedacht dat dit wordt een world hit. Yeah. Where you sit in the middle from a tour. In de studio, snel geschreven. Ik denk, het was misschien een half uurtje. Het is echt bizar dat je in een half uurtje een nummer opneemt met je hele leven. Tempo aan. De kop gooit, ja. Ja. Wat is dat spectaculair. Dat is respectloos. Ja, tof. Het is echt een zieke show. Heel veel energie en hij zingt fucking goed. Krijg gelijk zin om. Krijg gelijk zin om te dansen. Is er een bepaald liedje waar je altijd jaloers op bent geweest? Dat hadden wij die maar gemaakt. Een stadium liedje voor de voetbalgames en alles. Ja. Zoals No Limits of... Move it, also. Ah, ja. Like die mensen awesome. Echt mee kunnen scanderen. Yeah, maar stadium. Ja, een beetje tijdloos ook. Nou ja, we hebben natuurlijk met Sex on the Beach. Sex on the Beach is tijdloos, ja. Toch weer een tijdloze hit die in stadions goed werkt. Ja. Succes. En met die loodzware opdracht gaan we terug naar onze studio. Maar heb je een idee waar je het over wil hebben in je nummer? Want normaal gesproken heb je altijd van die ideale schoonzoon idee over wat je wil meegeven aan de kijkers thuis. En dat komt omdat ik een beetje een writersblok heb. Of een beetje, zeg maar gerust gewoon een writersblok. Want er torst nogal een gewicht op mijn schouders. Ja, maar ja, ik wil dat gewicht verder niet vergroten, Daan. Maar de tijd dringt wel en je hebt een stadion nog beloofd. Zit jij nou op je horloge te tikken? Jongens, dit helpt allemaal niet. Hè? Wat mijn idee was, is dus vorige keer hebben ze dus een nummer 1 wereldhit gehad met seks. Ja, jij wil heel graag nog een seksplaat. Ik vind dat je seks zelfs... Zo mag ik even onderbreken, maar ik vind dat helemaal niet... Dan kom ik nu aan bij hun en dan heb ik het geschreven en dan... Waar gaat het over? Over seks, Linda. Linda is gewoon Linda moeder. Linda staat nog wel voor 5000 man seks... I wanna have sex on the beach te zingen. Ja, en jouw moeder heeft ook seks. Best veel ook. Goed, seks het is. Maar met alleen een onderwerp heb je nog geen goed nummer. Het is donker buiten. Het is 8 uur 's avonds. Ik heb hier een hele dag gezeten. Soms gebeurt het, soms niet. Let's call it a day. Oké.
heb het ermee te doen. Gelukkig heb ik toch iets wat ik aan Teaspoon kan voorleggen. Al is het nog niet echt die stadionhit. Je ziet, de wallen liggen tot op mijn knieën. Ja, het gaat niet druk. Zo goed met jou, hè? Nou, ik heb gewoon heel veel last van de druk van dit programma. Dat ik denk, ik wil niet meer. Dat denk ik heel vaak. En nu staan we ook weer op het punt om te gaan pitchen voor Teaspoon. Ben je tevreden? Nee. Ik ben eigenlijk voor het eerst bij al die andere nummers had ik wel zoiets van, nou, ik durf dit wel te laten horen. En nu, ik heb niet eens zin om dit te laten horen. We gaan een nummer pitchen dat nog niet af is en waar ik ook zo mijn twijfels over heb. Ik hoop echt dat ze daar doorheen kunnen kijken. Ik probeer het in elk geval zo zelfverzekerd mogelijk te brengen. Nou, hallo. Welkom bij de pitch. Ik ben toch aangegaan op de stadion Anthem. Een lach was niet de reactie waar ik op had gehoopt. There's a little tweaking that has to be done. Rap should be different because it's like it's old school. Yeah. Ik vind die beat wel lekker. Ik vind het heerlijk. Mag al wat met de tekst gebeuren, denk ik nog. Iets creatiever. Qua tekst creatiever. Dat is het gewoon een ding. Mm-hmm. Het is nu nog een beetje corny. Maar ik vind de muziek, ik vind het sexy. Dat viel 100% mee. We hebben nog wat werk te doen, maar we kunnen door. Nu Tobias nog. Ja, nog een stapje naar voren. Voor de clip, ik wil daar graag gebruik maken van jullie talenten, jullie danstalenten. Daarbij gaan we ook, Stijn, let je even op, een technocrane inzetten. Dus dat is een telescopische kraan waarmee we dus om de hele dansformatie heen kunnen vliegen. Ja. En verder wil ik het in de nacht schieten. En dan krijgen we dus een beetje dit idee. En dit zijn, nou ja, goed, nachtshoots. We willen een beetje Amerika, benzinepomp, blauw en rood. En dan dus met letters, nou ja, het ligt er van wat jullie, maar het liefst heb ik daar dan heel groot seks staan. Of nou ja, wat het dan ook wordt, het wordt. Cool, nice, ja. Ik vind het te gek. Of ze zijn niet zo kritisch, of we zitten toch op het goede spoor. Ik hoop het laatste. In onze studio gaan we verder en Tobias neemt de regie in hand. Zo, jongens. De clip. Het gaat een kapitaalintensieve clip worden, Stijn. Het is sowieso twee vrachtwagens met licht. Het is een hele sick locatie, een soort, nou ja, het moet seks uitstralen. En dat moet Stijn regelen. Ja, maar ik wil dat jij uitsmijter bent van de club. Zie je dat? Ja. Het is niet echt een realistische clip, zeg maar. Ik wil een technocrane. Ja, een crane, ja. Nee, niet een crane, een technocrane. Hij weet het woordje techno er al van af te halen. Ik ga een locatie regelen. Ik ga een technocrane. Technocrane regelen. Prima, Stijn. Ik vertrouw je. Tenminste, ik vertrouw je niet, maar ik heb niet echt heel veel keus. Stijn heeft stad en land afgezocht naar een locatie voor de clip van Tobias. In alle vroegte heeft hij met de regisseur afgesproken om hem de meest geschikte en betaalbare plek te laten zien. Hela. Stond hij dus al de hele tijd te wachten, hè, jongens? Joh, het is... Ik hoop dat die locatie de moeite waard is, want het is een raar terrein hier. Hallo. Goeiedag. Stijn heeft Tobias meegenomen naar een parenclub. Een sfeervolle plek, maar misschien niet helemaal wat Tobias voor ogen had. Ik vind die muren ook geweldig. Een beetje die nachtclub. Nou, wat vind je ervan? Je bent een beetje stil. Ja. Wat is dat eigenlijk? Een schandpaal is dat. Oh ja. Daar kun je in hangen. Oh ja. Oh ja, nu zie ik het, ja. Ja. Stomme parenclub. Ja. Hoe gek ben jij? Ja, je doet alsof het iets vies is. Ik vind het schandalig dat je me hiermee naartoe durft te nemen. Gewoon hier wordt de buurvrouw verneukt en daar zitten ze dan babi pangang en bami te eten. Dat begrijp ik ook niet zo goed. Niet jou, ja. Zullen we gaan? Bij de pitch werd wel duidelijk dat de tekst beter moet. Die waren nog niet op het niveau van Teaspoon en ook niet stadionproof. Om de volgende slag te slaan, heb ik met Linda en Shamrock afgesproken in hun studio. So, I have a question, my man. Do you think we still have to use sex? Volgens Tobias wel. Oké, dan zijn we eruit. Yeah. I had an idea with sex.
Oh, I don't want to fight. Let's get it. S-E-X. Can you have a question that people answer S-A-X? Yeah, like if you say, oh, what will it take to make it right? To make it S-E-X. I like what you gonna do tonight? Yeah. We're gonna S-A-X. What we gonna do tonight? That's too high for me. Oh, what we gonna do tonight? Yeah. Voor zijn locatie kreeg Stijn niet echt de handjes op elkaar van Tobias. Die zoektocht gaat verder. Maar er is ook goed nieuws, want Stijn heeft voor een goed bedrag de crane gevonden. Yo, Tobias. Hallo. Hallo. Hoe gaat het daar? Wel aardig. Het is even rijden. Hoezo? Die bedrijven zitten allemaal in de Randstad. Dit zit in Overijssel. Hè? Ja. Het is wel echt een technocrane, hè? Ja, maar... Dit is veel goedkoper, daarom moet ik ook wat omrijden. Zijn hele huis staat vol met allerlei spullen. Alleen gewoon een stuk goedkoper, omdat het gewoon bij hem thuis is. Huis! Weet je hoe groot een technocrane zit in een vrachtwagen? Ik raak een beetje in paniek, Stijn. Hoeft niet. Een crane, technocrane, het komt goed. Ik weet wat ik haal. Loods. Hallo. 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 Dit is hem, hè? Dit is het kraantje, ja? Ja, technocrane. En met deze, doordat het parallel loopt, blijft hij mooi... Dat is een soort, wel als een technocrane, toch? Een technocrane, dan heb je het iets over van een paar miljoen, hè? Dan krijg je een vrachtwagen bij cadeau. En wat kost het om te huren? 10.000 voor een weekend. Een uur. Ik vind het eigenlijk alleen nog maar interessanter worden, deze kraan. Is het eraf, denk ik? Ik merk het wel zo. Technocrane voor een habbekrats. Huppatee. De dag van de videoshoot komt steeds dichterbij. En alles lijkt op zijn plek te vallen. Daan, ik wil jouw geur in mijn lakens. Ik wil jouw gezicht in mijn spiegel. Ah. Ik wil jouw fluister in mijn oren. Ik wil jouw lach in mijn ogen. Moet je kijken wat hier nou aan. Ik wil jouw kussen in mijn armen. Ik wil jouw hart op mijn tong. Wat is dit? Wat is dit? Dat weet je donders goed wat het is. Tering. Stijn, wat is dit en waarom heb je dit meegenomen? Kijk, dit is... Er hoort hier nog een tussendeel. Die ligt denk ik nog in mijn auto. Heb je een prehistorische jeep gehaald? Nou, prehistorisch. Er komt nog een andere kop op, hè. Die kan gewoon los bewegen. Ik raak hier een beetje van in paniek. Dit is niet serieus. Dit is gewoon even om mij op te naaien. Sorry, nu begin ik bang te worden. Jij wilde een crane. Hij had zo'n telescopische kop nodig. Dus nee, ik heb de nu kop een crane... is gyroscopisch. De crane is telescopisch. Wat is gyroscopisch? Ja, weet ik ook niet. Maak even je shot. Kijk, doe even. Hou kom even vandaan. Nee, je kwam van. Dit is flauw, want nu heb ik die andere kop er nog niet. Nee, maar film Daan dan is. Nu film je zijn kruis. Ik zie zijn hoofd nog steeds. Ja, dat niet. Komt omdat hij dus niet nu. Oh, maar dit is mooi stabiel. Wat er gebeurt. Ja, jullie snappen toch wat ik bedoel? Nee, ja, ik snap niet. Wat je bedoelt, alleen het werkt gewoon niet. Uiteindelijk staat er dus gewoon een dure crane op de dag van de shoot. Maar Stijn heeft ook iets goeds gedaan. Hij heeft uiteindelijk wel de gedroomde locatie gevonden. 3, 2, 1, actie! S-E-X. Tobias is a little pervert, but he's doing good. Yeah. Een professionele pervert. Ja, ja, een professionele pervert. Actie. En dan is het moment voor Tobias gekomen. Hij kan eindelijk met zijn favoriete speelgoed aan de slag. Een crane. Ja, en kom maar een beetje terug naar ons toe. Kom nu maar naar ons toe. Een beetje naar links. Ja, het is net even onder de koek, hè? Zo'n kraan. Rijden. Ja, yeah. Teaspoon. De muziek is gemixt, de clip is gemonteerd en dan komt altijd het spannendste moment. De première.
Leuk dat je er zijn. Ik wil graag iedereen uitnodigen om plaats te nemen en te gaan kijken naar de première van onze clip en ons nummer. Ja. Is everybody ready? Nou, start hem maar in. Geweldig, echt heel gaaf. Boven verwachting goed. Echt hoor? Ja. Ja, ik vond het heel gaaf. En jij, Shem? I feel blessed. Thank you. Pak van mijn hart. Ja. Gelukkig, ja. Maar voordat we gaan, is het tijd voor een toast. Wat dachten jullie aan helemaal aan het begin van deze samenwerking, toen wij die kleedkamer binnenkwamen lopen? Nou, dat is wel grappig, want Sam ook zei... Who the hell are these? Sam Hawk zei, ik ben benieuwd hoe creatief deze mensen zijn. I thought I said weirdos. Het was in ieder geval een verrassing. Dat is ook wel waar gebleken, ja, toch? Weirdos. Weird, but they're also very talented as well. Het liep ook heel natuurlijk, vond ik. Ja. Het was heel easy. Proost. Proost. Proost, mensen. Proost. Proost.